met de aanvoerder Matthijs. Schot werd gesmoord. Opnieuw is het Nkufo in de 16 meter. Nkufo, ja, nee. In het dak van de goal van Bas Roorda. Buis, schot geblokt door Heubach. Seedorf en net voorlangs de goal van Bosker. Weggekopt uit de gevarenzone. Niemeyer en de weg is weer open richting de goal van Roorda. Met El Amari. El Amari en Roorda. Uitstekende serie aanvallen van FC Twente. Niemeyer. Wellenberg. Goeie actie daar van Bruno Silva. Silva met de voorzet. Silva en de gevaarlijkste kans tot dusver in de wedstrijd. En die kans is voor Danny Buis. Uitstekende aanval van hem. De rechtsachter Bruno Silva. Rechtstreeks ingeleverd bij de aanvoerder van FC Groningen. En dus kan Groningen met Cornelissen. Cornelissen, schot van afstand. Cornelissen, oh! Bosker. Met uitstekende redding. Aanval Groningen loopt door. En daar opnieuw Bosker. De keeper van FC Twente. Met een goede actie. Na het schot van Joeri Cornelissen. En ook nu weer niet in de touwen. Koufo. Daar Touma. Touma komt daar dan de 1-0. Nee. In tweede instantie opnieuw een schot en dan Nkufo nog eens een keer in de 16 meter. Nkufo en Matthijs zorgt voor de opruiming. Groningen staat onder druk. Zomer nog altijd in balbezit. Zomer voorzet en Sanko met het wegkoppen. Flederes, Buis. Lindgren en Cornelissen. Cornelissen met zijn linker. Cornelissen, nou. Net over de goal van Bosker, Joeri Cornelissen. Flederes. Buis, kopt. En dan is het wel. Joeri Cornelissen met de 1-0. Groningen krijgt twee kansen achter elkaar. En die tweede, de eerste was ook voor Joeri Cornelissen. En nog geen 30 seconden later is het opnieuw Joeri Cornelissen. En dus de openingstreffer die heel laat valt. Uitstekende aanval van FC Groningen. Het koppen van Buis. En het schot van die nummer 11. Joeri Cornelissen. Hij zorgt voor de 1-0 voor FC Groningen. In Enschede tegen FC Twente. Koufo. Koufo met het goede doorkoppen. En de goal voor FC Twente. Afonso, de invaller, maakt de 1-1. En FC Twente dus weer op gelijke hoogte. Nadat Groningen op 1-0 was gekomen via Cornelissen. Hier de goede aanval met Nkufo. Blaise Nkufo. En daar die invaller die plotsklaps opduikt voor de goal van Bas Roorda. En u zag zo even Van Sta die zijn ploeg wel naar een overwinning zou willen schreeuwen. En daar het eindsignaal van scheidsrechter Wegenreef. Een punt dus voor FC Groningen. En dat zorgt voor onnoemelijk veel blijdschap bij Ron Jans. Groningen, natuurlijk was die wedstrijd van Willem II van belang. Maar Groningen voegt een punt toe aan het totaal en speelt met 1-1 gelijk hier tegen FC Twente. Ja.
Wij zijn alle drie Groningers. Jij Nijland, jij Mulder. Nou, ik ben ook een Groninger. Ik sta een beetje te trillen op mijn benen. Ik ook, ja, absoluut. Ja. Ik houd het hier. Ik ben niet positief opgewonden. Kippenvel, we hoorden al heel vroeg in de tweede helft dat Utrecht achter stond met 2-1 en sta je 0-0. Ik heb zelden zo'n spannende laatste 45 minuten meegemaakt als hier. Het is ongelooflijk, ongelooflijk. We gaan een sigaartje kopen, jongens. Bedankt, hè. Een sigaartje bij. Nou, klaar. Hartstikke mooi. Jan. Hartstikke mooi. Oké. Dankjewel. Dankjewel.